why did love put a gun in my hand? De meeste krijgen niet eens omhoog als ze flink lang zijn. Waarom trek je niet gewoon bij mij? Dus dan stop ik bellen voor jou en dan neuk ik alleen met jou. Why did love put a gun? Iemand in jouw leven wel eens een totaal andere wending zou kunnen. Die directeur van het Palais Garnier? Maak ik toch nog een kans dan? Met zijn stille fennoot in zijn concertzaal. Hij kan verder met die rode molen van hem en jij hebt je eerste opa. Als hoogzwanger op de planken geen probleem is tenminste. En dan te bedenken, het meest romantische dat ik me kon voorstellen was dat je voorbij die kop van de thee van de muur zou spijkeren. Ben je er echt toe in staat? Weet je wat het is? Dankzij hem zal ik weer zingen. Hij krijgt zojuist in mijn oortje wat breaking news door. Zojuist voor 8 is een man voor Warenhuis Le Bon Marché in het 7e arrondissement op brute wijze neergekomen. Ik heb die trekker overgehaald. Hoer of heilig? Haar ticket richting roem en rijkdom. Dank, edelachtbare. U hoort van ons. Aangenaam. Je suis Odette. Why did love